Een aantal jaar geleden heb ik een stuk willen ontwerpen. Dat heet Resonance. En daarin gaan zangers samen zingen. En ik componeer niet zozeer de noten, maar veel meer opdrachten over hoe ze naar elkaar luisteren. En hoe ze klanken van de groep versterken en eigenlijk voortbouwen op elkaar. Toen kwam het idee, kunnen we dit 24 uur lang doen? Ik ben eigenlijk begonnen om de mensen te vinden. En iedereen die ik vond, die heeft zijn eigen passie, zijn eigen specialisatie. Met dirigenten en koorleiders ben ik gewoon gaan praten en ideeën gaan maken. Altijd als rode draad een paar regels. De stukken zijn niet op zichzelf staand. Het vloeit dus allemaal in elkaar over. We gebruiken de hele ruimte. En het publiek en niemand praat. Dus we leggen niks uit. Het is een soort beleving waar je instapt. Zodra je het gebouw binnenloopt. En het gaat gewoon net zo lang door totdat je weer naar buiten loopt. Om puur noten te schrijven, muziek te brengen, vind ik niet genoeg. Ik wil dat mensen met mij een relatie aangaan. Ik wil contact. En die relatie kunnen we aangaan als we goed naar elkaar luisteren. Dat is natuurlijk ook een vorm van contact. Nog interessanter wordt het als we een interactie hebben. Vandaar dat zang en vocale muziek natuurlijk fantastisch is. Want iedereen kan dat. Iedereen kan meedoen. Je hebt professionals die super hard gestudeerd hebben en misschien iets heel moeilijks kunnen. Maar ook mensen die spontaan klanken kunnen maken. Met die vocale muziek vooral connectie te maken met mensen die samenkomen. Er is zoveel prachtige muziek. Er zijn zoveel mooie concerten, mooie opnames. Daar zit het probleem niet. Het probleem zit bij de luisteraar die vaak muziek gewoon als iets prettigs, weet je, op een koptelefoon of als een achtergrondje neerzet. Maar die vergeet hoezeer muziek eigenlijk een communicatievorm is. Zodat wij als mens, eeuwen geleden, was het heel normaal om je te uiten met muziek, om te zingen, om mee te doen met allerlei vormen van ritueel. Dat is tegenwoordig helemaal veranderd. Je gaat zitten, je luistert, of misschien op een andere gelegenheid zing je mee. Maar alles is in een soort van ingekaderd, als het ware. En door die kaders te doorbreken, raken mensen in verwarring. Raken mensen inderdaad open. Kun je ook weer een soort van pure ervaring krijgen. Een ervaring die niet heel erg is ingepakt in de context van het is nou eenmaal een concert, dus er klinkt muziek. Nee, een ervaring gewoon puur van wat is dit? Ik hoor wat, ik beleef wat. Veel directer. In I love you.
als maker, als componist, is natuurlijk het allerbelangrijkste dat wat jij maakt klopt met hoe je het in je hoofd had. Dus daar, dat is je vak. Het omzetten van een idee naar iets wat in de fysieke werkelijkheid een plek heeft. Op het moment dat ik mij afhankelijk maak van hoe mensen reageren, op het moment dat het interacties worden, heb ik geen controle meer. Of veel minder. En dat offer ik graag op, omdat wat ik daarvoor terugkrijg, is die connectie. Is het feit dat mensen zich deel voelen van iets. En daarmee is die ervaring vaak veel dieper. Ik geloof om een mooie afwisseling te maken tussen ademloos luisteren en meedoen, dat zou voor mij de ultieme muziekervaring zijn. Je kunt je natuurlijk altijd afvragen, hoe origineel kan een mens zijn? Je hebt ideeën, die ideeën haal je uit je omgeving. Je hoort klanken, die klanken heb je misschien al eerder gehoord. Maar ja, jij combineert dat tot een uniek geheel. Nou, de meeste componisten doen dat puur met noten. Ik doe dat vaak met hele frases, met melodieën, met mensen, soms met hele stukken. En in 24-hour resonance heb ik dat zelfs gedaan door zo nu en dan gewoon een uur lang iemand de totale verantwoordelijkheid te geven. En dus dan wordt mijn componeerproces eigenlijk veel meer het regisseren van de interactie tussen al die creatieve mensen. En dat is ook een vorm van componeren, maar heel anders dan achter je tafel, nootje voor nootje, een stuk schrijven.
Het liefst zou ik muziek een veel grotere rol in de samenleving geven. Zou ik ervoor willen zorgen dat het iets is wat veel vanzelfsprekender een rol speelt. Dat mensen op hun werk, op school gewoon vaker zingen. Ik geloof dat het namelijk een hele belangrijke manier is om je te verbinden met een groep. Wat ik persoonlijk kan doen is vooral het inspireren van al die mensen die al met muziek bezig zijn. Om hun aan te moedigen, ga grenzen over. En dan bedoel ik gewoon vaak fysieke grenzen. Ga die concertzaal uit. Repeteer niet met je koor met de deuren dicht. Maar doe dat misschien, waarom niet in een bejaardenhuis of op een school waar iedereen het kan horen. Betrek anderen erbij. Betrek ook mensen die geen ervaring hebben bij je concert. Ja, ik wil mensen echt aansporen om dat meer te doen. En op die manier hoop ik dat die muziek veel meer... ja, op onverwachte plekken een rol gaat spelen. En dat hoop ik echt als mijn bijdrage aan, ja, gewoon aan de wereld.